Stel, je verdient 2500 bruto per maand. Netto is dat 2000. Maar eigenlijk is je baan 3000 waard. Want bovenop je bruto loon komt 20% aan sociale lasten. Die lasten draagt je werkgever voor jou af, dat eist de wet. Dat houdt ons sociale vangnet in stand. Dat is nodig als je arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Maar ook als je kinderopvang nodig hebt. Of zorg. Die 20% aan sociale lasten zorgt er dus voor dat iedereen blijft meedoen. De vernieuwde bruto netto check toont nu ook deze 20%. Doe de check en zie dat jij bijdraagt aan de samenleving.